Hoi allemaal, ik ben Kelly. Leuk dat je weer kijkt naar een filmpje van Cooking Life. Ik neem jullie vandaag weer mee op pad en ik ga iets heel bijzonders doen. Ik sta namelijk midden op de Veluwe in Staverden. En hier ga ik meer leren over wild. Ik eet graag een lekker stukje wild, maar ik heb eigenlijk geen idee wat er allemaal aan vooraf gaat. Hoe het gaat met de dieren, met de fauna en met het jagen. Ik vind het ook een beetje een lastig onderwerp, maar ook wel weer heel interessant. Ik eet het wel graag, maar ik zou het liever niet zelf willen doen. Maar ik vind het wel heel interessant om te zien en ik hoop jullie ook. We gaan een lekkere boswandeling maken. Ik hoop eigenlijk dat we ook nog een levend hert tegenkomen. Dat zou ik ook wel leuk vinden. Nou, ik ben inmiddels een stukje wijzer geworden over het hoe en waarom de beestjes worden afgeschoten. Het is echt niet alleen maar zodat wij ze kunnen opeten. Het heeft alles te maken met bosbeheer, omdat ze anders ook het bos opeten eigenlijk. En dat er dan weinig bos overblijft als ze zich voortplanten. Ze hebben dus ook geen natuurlijke vijanden hier. Dus dat betekent dat het veel te druk wordt, dat ze veel te veel aangereden worden. En dat is ook allemaal niet gezellig. Met de wilde zwijnen is ook wel interessant. Het ligt een beetje aan het jaar of er veel eikels en beukennootjes vallen. Dan hebben ze veel te eten. En als er weinig valt, dan hebben ze heel weinig te eten. En als je de populatie maar laat groeien en ze dus niet schiet, dan heb je heel veel zwijnen die dan het volgende jaar heel weinig te eten hebben. En dan sterven ze van de honger. En dat is ook zielig. En je ziet hier in het bos overal dus een soort, het lijkt een beetje op zo'n stoeltje van een badmeester. Maar daar zitten dan de jagers op om te kunnen richten. En ze mogen alleen maar op een beest schieten als hij vanzelf langs komt lopen. Dus je mag hem niet opjagen. En daarbij wordt ook nog allemaal richtlijnen gegeven voor welke je wel en niet mag schieten. Dus het is niet zomaar schieten wat je tegenkomt, maar het is helemaal gereguleerd. En in de natuur heb je, zeg maar, normaal natuurlijke vijanden. Wolven, dat soort beesten die ederherten opeten, maar die heb je hier niet. Dus hoe de jagers het bedacht hebben, ze op dezelfde manier die beesten afschieten als dat in de natuur normaal gebeurt door de natuurlijke vijanden. Dus dat zijn de oudere beesten en degenen die een beetje buiten de groep vallen. En zeg maar de sterke middenklasse, zoals ze dat noemen, die normaal ook overleeft in het wild, die overleeft hier dus ook. Om de natuur echt zo goed mogelijk te volgen. Volgende stop is om te kijken hoe zo'n beestje dan bereid wordt. Wat we net hebben gezien is het uitbeen en portioneren van, in dit geval, een hertje die zo achter mij hangt. Ik moet er even aan wennen, maar weet je, ik eet het ook. En ik vind het ook wel interessant om te zien hoe het gaat. En op wat voor manier het hier allemaal gaat. En het is echt een ambacht eigenlijk. En we kunnen het ook proeven zo, daar heb ik ook al zin in. Proef lekker een stukje. Nou, ik vond het echt... Oh, wauw. Ja, dit is van het. Dit is van de Rema van het. Oh, okay. Ja. Aangezien de meneer hier onwijs zijn best heeft gedaan om een lekker stukje hert te bereiden, moet het natuurlijk ook geproefd worden. En zo ziet hij er dus uit als hij van de barbecue komt. Niet in, hij zit gewoon onder. Oh, wel heel mals. Dat zal moeten liggen.